eerste samenwerking van dit jaar. En dat zou voor mij idealiter geweest zijn. Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardro. En ik sta hier met mijn auto die nog in twee verschillende kleuren is. Voordat ik mijn intro ga doen, ik even in de auto zitten, dan heb ik geen geluid van de wind. Oké. Dus, wat gaan we vandaag doen? Naar mijn nieuwe samenwerking. Ik heb een nieuwe samenwerking, mede mogelijk gemaakt door Bridge Agency. De meeste van jullie weten het wel, maar sinds het nieuwe jaar heb ik een samenwerking met een agencybureau. Zij gaan er dus voor zorgen dat ik het komende jaar samenwerkingen heb, zonder dat je daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. De eerste samenwerking van dit jaar, en dat zou voor mij idealiter geweest zijn, dat er een samenwerking zou plaatsvinden met een bedrijf wat PC's, hardware en allemaal computerapparatuur, schermen en dergelijke zou verdelen. Dat zou ideaal geweest zijn dat ik zo een samenwerking zou hebben dit jaar. Nu, zij gingen op zoek en ze hebben mij tal van voorstellen gedaan en elke keer dat ik zoiets van, ja nee, deze niet, ja nee, deze is, nee, deze gaat het niet zijn, deze gaat het niet zijn. Van het begin zei ik meteen van, ja, krijg van mij carte blanche, je mag doen wat je wilt, maar Redux, dat gaan we niet doen. Ik heb tegen mijn kijkers van het begin gezegd dat ik daar niet meer mee kan samenwerken, omdat het eigenlijk een soort van vertrouwenskwestie is. Hè. Er was toen een faillissement en er was een heel gedoe en ze mochten niks zeggen en voor mij was dat toen even een knak geweest en ik heb zoiets van, kan me niet meer 100% gaan geven. Omdat mijn kijkers ook weten wie ik ben. En dat zou heel raar overkomen. Oké, nice. Ja, dan zijn we enkele maanden later. En al die voorstellen die ze deden, die waren allemaal voor mij niet wat het moest zijn. En dan zei Bridge tegen mij, ja, maar wat houdt u eigenlijk tegen om met Redux in zee te gaan? Want in principe, ze zijn goed bezig. Ze hebben wel een faillissement gehad. Er zijn fouten gebeurd. Maar uit fouten kunt je leren. En het is duidelijk dat ze op dit moment super goed bezig zijn. Inderdaad, dat klopt ook. Die zijn ook geweldig goed bezig. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan niet met die mensen gaan samenwerken. Want ik heb van het begin gezegd dat het voor mij niet zou gaan. Dus wat gaan mijn kijkers daarvan denken? Dus ik krijg daar een contractvoorstel van Redux. Die mensen die hebben mij heel vaak gevraagd om terug te komen. In het begin ook. Van, hey, je bent nog altijd welkom. En ik heb dan van begin vriendelijk gezegd van, nee, het hoeft voor mij niet. Maar even goede vrienden wel. Bridge Agency ging naar Redux. En ze gingen met een contractvoorstel komen. Dat contractvoorstel, dat was, ja, dat was geweldig. Dat was weer mooi. Dat was heel mooi opgesteld. En ik had zoiets van, ja, het is allemaal heel fijn. Allemaal heel leuk. Maar hoe de fuck kan ik mijn kijkers overtuigen dat jullie 100% betrouwbaar zijn als ik vandaag een PC bestel, dat die morgen in mijn huis staat? Of ja, manier van spreken, je hebt x aantal werkdagen, dat je natuurlijk moet wachten op je computer dat je bestelt. Maar hoe kan ik dat in godsnaam overbrengen naar de kijker? En wel, dat is heel simpel. We gaan gewoon naar het bedrijf zelf gaan en we gaan ze gewoon de vraag stellen van, hoe kan ik mijn kijkers overtuigen om terug met jullie in zee te gaan? Want ik mis die mensen ontzettend hard, die hebben hun best gedaan. En een doorstart, dat is niet zo niks. Ik bedoel, mensen onderschatten dat, maar als je een bedrijf dat een faillissement heeft, uiteindelijk een doorstart gaat laten doen, dan moet er 100% in geloven. En dat doen ze. Dus we gaan ze gewoon zelf vragen, hè. Sleutels even wegsteken. Mijn hers in de weer. Helemaal mooi. Kijk, kijk, what the fuck? Yes! Hey, hoe is het ermee, alles goed? Wat is op? Ik was je rechterhand aan het zoeken. Ja, mijn rechterhand heb ik vast met de camera. Gijs, ik heb net een intro gedaan. We komen een vraag stellen. Ik sta overal voor open. Voilà, bij deze. We gaan een vraag stellen, man. Welkom terug in de showroom. Hier is in principe niet veel veranderd. Het is nu nog vrij leeg ook, maar we krijgen binnenkort een hele lading spullen die we hier mogen gaan uitstallen, zodat jullie, als jullie langskomen en je pc komen ophalen of gewoon iets willen komen bekijken, dat hier ook daadwerkelijk toetsenborden, muizen, monitors staan die je kunt uittesten. Dus dat wordt heel vet. Oké, prima. Lon! Alles goed? Ja, zeker. Alles goed, Joe? Hey! Hier is een big boss. Nice. Ik ben blij dat ik terug ben. Ik ga niet liegen. Maar voordat we laten zien hoe we terug zijn, ga jij dus een rondleiding geven. Hoe het er eigenlijk nu allemaal uitziet en hoe dat ze nu te werk gaan. Hè? Want er is wel het een en ander veranderd. Dus we gaan eens kijken. Oké, aangekomen in de werkhal. De werkplaats, ja. Het is vandaag super rustig, want het is vrijdag op het moment dat we dit filmen. En onze productiedagen zijn maandag en donderdag. Op maandag en donderdag zijn we dan in totaal met 5 man die productie draaien. En we hebben op dit moment een capaciteit van 150 pc's per maand ongeveer. Jullie hebben het eigenlijk allemaal al een keer gezien. Ja, dat was vroeger. Het enige verschil is dat het in plaats van 35 man nu 7 man zijn die hier rond rennen. Op een maximaal bezette dag. Mooi. En ja, welkom to paradise.
Hier staan een paar van onze pc's klaar. Wat is dit? Dit is een Redux Andromeda i147K, dus een i7-14700K en een 4070 Super van Asus Strix. 4070 Super, en die kun je vergelijken met de 3080? Ja, die is iets sneller dan de 3080. Hmm. 4070 is ongeveer een 3080, dus wat jij hebt, wat we zo meteen ook gaan gebruiken trouwens. Hoppa. En de 4070 Super is zeg 10% sneller of zo. Oh. Oh, andere lampjes. Nice. Oké, als ik al die pc'tjes al weer staan, Gijs, hè? En de werkplek en de sfeer hier, hè? Lekker rustig, lekker chill. Hoef ik de vraag niet te stellen wat er in het verleden is fout gegaan. 35 fucking mensen. En nu met 5 of 7 mensen, als je echt hè, op de hoge dagen aan het draaien bent. En het werkt ook. Want het is duidelijk dat het werkt. Dus leuk om te zien dat, Het verschil is, voorheen gingen we heel erg op kwantiteit. We probeerden echt een van de laagste geprijsde partijen in Nederland te zijn. Nederland en België. Mm-hmm. Maar dat kwam met heel veel concessies die we moesten maken, om het zo maar te zeggen. We gebruikten wat mindere kwaliteit onderdelen. Er zat minder marge op de pc's. Er werd minder tijd in de pc gestoken. Zoals je het nu eigenlijk moet zien. We zijn een van de duurdere in de markt op dit moment. Je gaat bij andere fabrikanten ook een pc krijgen die sneller is voor hetzelfde geld. Daar ben ik heel eerlijk in. Waar wij voor gekozen hebben is om voor de kwaliteit te gaan vanaf nu. Wat wil dat zeggen? Ik bouw alleen nog maar. Want ik ben de bedrijfsleider tegenwoordig. Dus... Ja, je hebt het gemaakt. Mooi. Onder andere, de modellen zijn allemaal door mij. En eigenlijk bespaar ik helemaal nergens meer op. Dus zelfs onze goedkoopste modellen, en onze goedkoopste modellen beginnen vanaf ongeveer 1000 euro. Op dit moment zijn ze nog in de aanbieding van 999. Zelfs onze goedkoopste modellen hebben alles waar concurrenten op besparen. Dus bij de concurrentie lokken ze je bijvoorbeeld met een snelle CPU. Ja. En een snelle videokaart. En alle andere dingen waar de meeste mensen eigenlijk niet echt verstand van hebben, daar profiteren ze van en daar gaan ze op besparen. Dus je krijgt een voeding van lage kwaliteit. Je krijgt een moederbord van lage kwaliteit. Een kast van lage kwaliteit. En dat is... Dus eigenlijk wilt je zeggen, sorry dat ik onderbreek, je gaat dus hier iets duurder zitten. Niet zoveel duurder, maar iets duurder. Maar hier krijg je kwaliteit, waar eigenlijk de snelheid hetzelfde is dan de concurrent. Maar bij de concurrent is de kans groot dat de andere dingen buiten de CPU en de GPU wel sneller stuk kunnen gaan of toch niet gaan presteren zoals jij het wilt. Correct. Daar komt het eigenlijk op. Ja. Ik weet niet of het nodig is, hè. Maar zie ik hier, is fucking nice. Hè? Zie ik hier een fan. Hè? Ja. Dat is nice. Als je die weg gaat halen, gaat die PC volgens mij net hetzelfde werken. Ja. Maar zo ziet het er veel vetter uit. Dan dat je die ene fan van 10, 20 euro misschien er zou gaan 30. Uithalen, of 30 euro. En daar dan gaat dat over sparen. En dan kun je zeggen van oké, wij zijn dan de goedkoopste in Nederland. Maar dit maakt dan een totaal exemplaar. Ja. En dit is dan waar je voor betaalt, kwaliteit. In tegenstelling tot vroeger zou je dan gezegd hebben van ik haal dan die fan eruit, dan hebben de mensen de goedkoopste pc van het land. Ik ben dus gestopt met opofferen, zeg maar. Dus elk model is gewoon zoals ik hem zou bouwen als hij voor mezelf was. Daarom zijn ze ook een heel stuk mooier dan voor het faillissement. Gebruiken alleen nog maar A-merken. Fantex cases, deepcool cases, Fantex coolers, deepcool coolers. Alleen maar goldvoedingen met een A-label, als je dat iets zegt. Uit de A-tier bedoel ik. Inderdaad, wat jij zegt, die fans, ik hoef die niet toe te voegen. Dit gaat letterlijk niks uitmaken voor je performance, maar het ziet er wel fucking nice uit. En dat is gewoon waar het nu een beetje om draait, zeg maar. Dit is onze Nova, dit is dan de Nova in het wit, maar dit model begint op 1099. Dit is ons goedkoopste model. Okay. Je komt in deze case met deze kaart, ongeveer dit moederbord, dit werkgeheugen en een iets andere cooler. Dat is nog vet, ik bedoel, het is niet zo dat je... Allee, je hebt nog altijd voor een schappelijke prijs... Super goede PC. Ja. Dus dat is nice. Wat waar we ook heel erg op focussen nu, is dat je niet alleen hoge kwaliteit onderdelen hebt. Hè? Mm-hmm. Dus je wil gewoon niet dat je PC. Het kan altijd gebeuren dat die kapot gaat in garantieperiode en dan wordt die natuurlijk gerepareerd. Maar zelfs dat willen we eigenlijk gewoon voorkomen. Ja, tuurlijk. We gebruiken dus echt maximale kwaliteit onderdelen. En dan heb ik het vooral over de videokaart, moederbord. En de voeding, want dat zijn de belangrijkste, meest gevoelige componenten van je hele pc. Ja. Daar skimpen we niet op. En waar we ook niet op skimpen, ik weet niet of dat een woord is. Skimpen, trouwens. Ik ken het.
Skimpen. Ik weet niet wat skimpen is, maar je bedoelt besparen of wel? Ja, besparen. Skimpen, mannen, skimpen, ja. Waar we ook absoluut niet meer op besparen, en dat deden we in het verleden ook, en doen concurrenten ook, de feature set van de PC. Kijk, je kunt een PC kopen van 4000 euro, maar je kunt ook zeggen, ja, ik bespaar 100 euro, en dan heeft hij geen wifi, en heeft hij iets minder USB-aansluitingen, en dan heeft hij geen USB-C, bijvoorbeeld. Ja. Wat we nu eigenlijk ons realiseerden was, als je toch al zoveel geld naar een PC gooit, want het is dus minimaal 1000 euro wat je bij ons uitgeeft, waarom zouden we dan besparen op USB-C en op wifi? We hebben dus besloten om alle PC's gewoon standaard te leveren met wifi. Mm-hmm. Dus eigenlijk, wat je bij ons ook koopt, het heeft altijd gewoon wifi, USB-C, en je gaat dus nooit dat spijtmoment krijgen van, ah, ik heb nu een PC van 1500 gekocht. Ja. Had ik er nou maar 1600 aan uitgegeven, dan had ik tenminste Bluetooth gehad. Nu kun je niet gesukkeld zijn, nee, want wat je koopt is kwaliteit. Ja. En daarvoor sta je koken, dat vind ik wel mooi. Het enige waar je bij ons druk over hoeft te maken, is dat de PC die je koopt, de spellen aan kan die je wilt kunnen spelen. Ja, dat is belangrijk. Je wilt spelen. Ja. Want al die dingen zoals, heeft hij wel wifi, heeft hij wel USB-C, is hij wel stil? Dat soort dingen, dat is gewoon allemaal standaard. En daarom, ja, daarom zijn we iets hoger in de prijs gaan zitten. Maar ja, ik ben wel voor het eerst echt heel erg trots op de hele linie van PC's die we leveren, zeg maar. Er is echt niks meer waarvan ik zeg, ja, dat zou ik niemand aansmeren. Oh, mooi man. Nog iets leuks wat we doen. We hebben tegenwoordig een certificaat. Die vullen we per PC in. Dat is ons bewijs dat die helemaal gecheckt is. Dat alle tweaks gedaan zijn. Alle Windows updates, alle driver updates. En de BIOS de nieuwste versie heeft. Draai je een test op de CPU en de GPU. Om te kijken of die presteren naar behoren. Mm-hmm. Dus we hebben hier een blaadje hangen met wat een CPU minimaal moet halen. En wat die gemiddeld haalt. En als die daar natuurlijk onder zit. Dan weten wij dat er iets niet pluis is. En dan gaat die dus ook niet naar de klant. En op de achterkant staat een geheime QR-code. Okay. Als je die scant, kom je op een pagina waar je instructies krijgt over hoe je de PC moet aansluiten als je de PC thuis hebt. En op die pagina is een link naar een exclusieve Discord-server. Dat is dus niet die hele grote Discord-server die we altijd hebben gehad. Maar die is puur voor klanten met een PC uit de nieuwe line-up. Okay. En dat is super handig, want iedereen in die Discord-server heeft dus ongeveer dezelfde PC. Nice. Dus als je buiten kantooruren een vraag hebt, kun je die gewoon in de Discord server stellen en dan is er altijd wel iemand die je even kan helpen. En zo proberen we dus onder de klanten leuk, ook een soort synergie te creëren. Een community van Redux. Van de, nice, leuk man. En daar zitten nu volgens mij sinds vandaag 100 mensen in. Af, we zijn er niet zo lang mee bezig, maar we hebben vandaag de 100 mensen gehaald. Ja, dat is echt superleuk man. Vet. Dus kom maar bij. Ja, nee, ik wou net zeggen. Wie is de eerste van de derde van die mee van de Discord mag gaan genieten? Ik ben benieuwd man. Daar, dat weet ik nog, daar achter die lamellen of hoe het ook noemt, daar gaan de PC's naartoe die naar jullie thuis komen. Want stel, ik bestel vandaag een PC, nu, dit moment. Het is nu 2:30. Stel, ik bestel nu een PC. Wanneer kan de klant, dus de kijker, die PC verwachten? Als hij op voorraad is, wat op de website aangegeven staat, is hij in principe de dag daarna bij jou. Als hij niet op voorraad is, dan hanteren we 3 tot 5 werkdagen. Minimaal 3, maximaal 5. Maar we proberen altijd te richten op de 3. Als jij een bestelling plaatst en de PC is nog niet gebouwd, dan bestel ik meteen de onderdelen die er nog niet zijn. Ja. Dag daarna kan die gebouwd worden en waarschijnlijk die dag of de dag daarna wordt die verzonden. Dus we hebben echt een heel snel gestroomlijnd systeem nu. Ik wou net zeggen, ja, dat is logisch. Als je met minder mensen werkt, heb je meer structuur en dat is ook duidelijk zichtbaar. Ja. Dat is, mooi man, top, leuk, ja, fijn. En dan resteert ons vandaag nog alleen een video maken. We gaan een soort van jouw PC bouwen, man. Ja, eigenlijk wel. Gewoon mijn PC, dus de sterkte van de PC die ik heb, bangelijke PC. Iedereen die weet, die PC die komt van Redux, hè, dat was bangelijk goed, nog steeds. Draai nog altijd alle games op. Ja, hoogste kwaliteit, want anders hoeft het voor mij niet. Ja. Dus dat bolt nog altijd. Nu gaan we dezelfde PC maken, weliswaar met de 4070, die dan gelijk is aan de prestaties van 3080 die ik heb dan. Het leek mij gewoon heel logisch om te laten zien dat als je een even snelle PC wilt als jij hebt, dat vandaag de dag best wel betaalbaar geworden is. Weet nog dat toen ik mijn PC van jullie kreeg, dan was die videokaart op zich alleen al, denk 1700 euro. Ik heb één van die twee PC's heb ik al af en daar staat ook al GTA 5 met 5M op geïnstalleerd. Dus dat kunnen we meteen gaan testen zo meteen. 5M, ik zou even met Lobby gaan spelen, zalig. Ja, top man.
Dus we staan nu in, in het locatie waar dat ze opnemen. Heel intens de camera in. Ja. Maar... Wat, is zo? Ja. We kijken, mooi editen. Nee, André daar, aanwezig, die gaat ons nu filmen. Ja, wij gaan dus nu een video opnemen. Dus om te laten zien welke PC ik ongeveer heb, die gaan we in elkaar steken dan met nu de nieuwere technologie. En vervolgens kunnen jullie die bestellen, denk je dan? Dat is zo de bedoeling. Ja, kan nu wel. Maar... Kan nu wel, ja. En die video die staat ook op hun kanaal. Dus ik ga ook in mijn beschrijving hieronder hun linkje zetten. Dus ik ga heel af en toe een keer een shot maken. Maar van deze video, hoe we het hem in elkaar steken en zo, dat gaat je moeten checken op hun kanaal. Ja. Toppie. Raar maar waar, het is mij gelukt. Ik heb dit erop kunnen steken. Ik heb de SSD erop kunnen steken. De processor steekt erop. De kabeltjes steken in de voeding. Dit is de case. Kijk even op het kanaal van Redux naar de video. Want dit is niet de case die normaal zou moeten zijn. Want de piraten hebben onze case gestolen. Daar komt het op neer. Ga lachen ermee, maar het is echt zo. Dus ga zeker de video checken. Maar wat ik ook wil vertellen is, als je deze PC, die straks klaar is, jullie hier sowieso weer gaan zien, bestellen... Dan kun je daar dus een gratis game bij krijgen. Als je via mijn code, hè, dus onderaan in de beschrijving op het linkje klikt en via mijn code een PC bestelt, dan krijg je dus bij jouw PC een gratis game. Ja? Vroeger kreeg je een paar procent korting, maar dat is veel minder natuurlijk. Tegenover een nieuwe game, want een game heeft veel meer waarde. Je moet het zo bekijken, dat is fucking veel beter. Dus, een nieuwe game bij een nieuwe PC. Welke game dat gaat zijn, dat laten we nog wel weten, want dan moeten we beslissen, hè? Toch? Ja. Dat mag jij samen met je community beslissen. Ah, bij deze. Dus laat in de reacties weten welke game jullie deze maand graag zouden krijgen bij een bestelde PC. We zijn klaar. De video is geshoot. André is er klaar mee. Dus ik kan nu aan zijn verlengd weekend gaan beginnen. Weekend. Dus daar gaan we van genieten. Maar alvorens dat ik hier vertrek, gaan we de vlog ook moeten afsluiten. En ga ik jij op het knopje laten drukken. Yes. Ja. €1.999 als je hem via Dardo bestelt met een gratis game. Daar gaan we. Hoppa, en dan werkt het. Het ziet er echt super proper uit, echt netjes. En ik heb zo daarnet heb ik daar ook, ga je ook zien in de video van Redux, heb ik daar ook GTA 5 gespeeld, de story mode. Ja, 188 fps is die gecapt, die game. Constant 188 fps. Dus het is bijna dezelfde PC als mij. Ja. Ik zou zelfs durven zeggen dat het een beter is. Was wel de beginmissie, dus ja, oké. Okay. Ja, we waren niet in de stad, maar we hebben geen tijd meer helaas, want het is 5 uur. Inderdaad. Maar, €2000 van een PC, ik zou zeggen, zijn nu naar school gegaan, 2 weken vakantie nu. Als je hem vandaag bestelt, binnen 2 dagen, 3 dagen, is hem gewoon bij je thuis. En dan 2 maanden later is het weer een grote vakantie, dus geniet ervan. €2000 voor zo'n PC, die is eigenlijk dezelfde PC dan ik heb, ja. En vervolgens, ja, toen ik mijn PC van hun kreeg, dan was mijn videokaart op zich al €1700 waard. Nu heb je gewoon voor €300 meer, dus voor €2000 heb je dus een volledige computer die even sterk of misschien zelfs nog iets sterker is dan mijn PC. Dus, en bedenk dat we daar op Quad HD hebben gespeeld. Dus als je op Full HD speelt, op 1080p, dan kun je ook gewoon een van de lager geplaatste modellen kiezen. Die kunnen dat ook allemaal makkelijk aan. Ja. Dus hoe dan ook, je gaat... dik kunnen gamen. Sowieso. En Quad is, dat is slechter dan 2K toch? 2K scherm is nog zwaarder, hè? Nee, Quad HD is zwaarder 2K. Ah, oké, ik speel thuis ook op 2K. Ja. Dus, en ik kan elke game aan op high, dus zelfs very high. Ik zou niet weten. Het is echt prima. Ja. Mooi. En je hoort hem ook gewoon niet, hè? Je hoort hem niet draaien. Dat is echt insane. Dat is een mooi pc'tje, man. Nee. Anyway, ik ga nu... richting de McDo, denk ik. Ik ga mijn maasje vullen. Ja. Dan dat sisje uit met de Ridley. En hopelijk gaat mijn stem gaat hier terug in orde komen. Want we hebben vandaag niet anders gedaan dan gehoest. Maar je zult het wel zien op de video van Redux. Dus ga hem zeker en vast checken. En dan gaan we gewoon hier bij de vlog afsluiten, mannen. Ik ben blij dat ik terug ben. En we gaan er iets super moois van maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties hier beneden wat jullie ervan vonden. En dan zien we elkaar sowieso nog wel snel terug. En veel succes. Als je een PC bestelt, nogmaals, dan krijg je er een gratis game bij. En wij gaan nu beslissen welke game dat gaat worden. Dus bij deze, bedankt om te kijken. En zeg ik zoals altijd, flex die biceps! En dat is nog niet opgespannen, hè? Echt insane. En joejoe! Welkom bij de Dardo-fam. Schuif maar aan en join the chat. Welkom bij de